Toen ik een kleine jongen was, toen las mijn vader op zondagmiddag en mij en mijn zusje en de andere broertjes nogal eens de boeken over de geschiedenis van kerk en vaderland voor. En een van die boeken had tot titel Zoals Gods vinger schrijft. Daarin ligt de belijdenis. Zoals Gods vinger schrijft. Gemeente, dat mogen we ook vandaag wel onder ogen zien. Gods vinger is het die het leven van ieder mens bepaalt. In moeite en zorg, in verdriet en vrees. Maar ook de geschiedenis van ons land en de voortgang van de dingen in deze wereld. En daarom mogen we denk ik toch met vrijmoedigheid vanuit deze psalm, die heel speciaal over Israël en Jeruzalem gaat, de lijnen trekken naar onze eigen geschiedenis. 1940. Toen de Duitse horden, vergeef me dat ik ze zo noem, toen de Duitse horden Nederland binnentrokken. En na enkele dagen moest ons volk, ons land capituleren. En 5 donkere jaren volgden. Onrecht en leugen. Marteling en moord. Genadeloze wreedheid was het deel van ons volk. Nachtelijke razzia's, wegvoering naar concentratiekampen, doodvonnissen zonder enige vorm van rechtspraak. Ze waren de tekenen van de onmenselijke wreedheid van de bezetter. En dan noem ik met nadruk, mag wel, toch, de stelselmatige uitroeiing van het Joodse volksdeel. Vanaf zomer 1942 begonnen de massale deportaties. En van de 140.000 Joden in Nederland werden er, het is goed om dat nog eens onder ogen te zien, werden er gemeente 107.000 gedeporteerd. En keerden er maar 5.000 terug, jongens en meisjes. 5.000. En zowel stokoude mensen als pasgeboren baby's kwamen terecht in de gaskamers van Auschwitz en de andere vernietigingskampen. In het eerste oorlogjaar schreef de hervormde dominee Jan Koopmans een illegale brochure onder de vlammende titel Bijna te laat. Hij bekritiseerde de halfslachtige en nogal eens meegaande houding van veel Nederlanders. En als weinigen voorzag dominee Koopmans het aanstaande lot van de Joden. En bijna profetisch schreef hij, ze gaan eruit en ze gaan eraan. En zo is het helaas gebeurd. En nu, gemeente, we leven niet meer in 1940 en ook niet meer in 1945. We leven in 2024. Gemeente, we leven nog in een verscheurde wereld. Er is nog steeds reden tot klacht over zoveel leed en verdriet vanwege oorlog en terreur en verkrachting in deze wereld. En wat blijkt? De mens is voor de mens een wolf. Gemeente, beseft u dat? Dat zit ook in mijn hart. Als God me er niet voor bewaart, dan komt het er ook uit. De mens is voor de mens een wolf. Ik was eens in Israël met een groep jongeren. Toen we het Joodse oorlogsmuseum Yad Vashem bezochten. En misschien was u er ook wel. Die indrukwekkende hal, de hal van de kinderen met allerlei pinkelende lichtjes. En elke halve minuut wordt met nadruk en bewogenheid de naam van een omgekomen kind genoemd. Vele, vele duizenden. En toen we met elkaar uit die hal weer buiten kwamen en in het licht stonden, stond ieder van die jongelui, inclusief grote knullen, te snikken. En toen heb ik een gedeelte gemeten uit onze catechismus gelezen. Namelijk
uit de eerste zondagen. Zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is dat het beeld van wie wij mensen zijn? En onze catechismus geeft op grond van de schrift dit antwoord. Ja, wij. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De mens is voor de mens een wolf. Wie zal de nood en de heftige pijn verstaan, gemeente? Van de vaders en moeders in Israël, die een aantal kinderen nog als gijzelaars in Gaza weten te zitten. Wie zal de pijn en de moeite verstaan van de moeders en de vaders in Rusland en in Oekraïne, vanwege hun jongens die in de loopgraven vechten, van wie er al vele honderdduizenden zijn omgekomen. En je kunt het aanvullen. De mens is voor de mens een wolf. Wel, gemeente, laat dat allereerst tot ons doordringen. Als we die bittere klacht van de dichter van Psalm 79 tot ons laten doordringen. O God, hoor je er iets in? O God, heidenen zijn gekomen in uw erfenis. Ze hebben de tempel van uw heiligheid verontreinigd. Ze hebben Jeruzalem tot steenhopen gemaakt. Ze hebben de dode lichamen van uw knechten aan het gevoogde des hemels tot spijs gegeven. Het vlees van uw gunstgenoten aan het gedierte van het land. Gemeente, dat zijn wij. Mensen buiten het paradijs. Zonder God. Buiten God. Tegen God. Geneigd tot alle kwaad. Nou, dat was het eerste. De klacht over de ellende. Maar dan lezen we verder. Het is met die jammerklacht, gemeente, nog niet gedaan. Lees met mij vers 5 eens. Hoe lang, Heere, hoe lang zult ge eeuwig toornen? Hoe lang zal uw ijver, uw naijver, als vuur branden? Hoe lang, Heere? Kent u die klacht? Misschien wel uit je eigen leven. Als er zware moeite en zorgen in je leven binnengekomen waren. Dat je geen uitzicht had en geen doorzicht wist. Als je 's nachts misschien lag te tobben. En dat het ook uw of jouw klacht was. Het is een Bijbelse klacht. Hoe lang, Heere?